november, maar ook met in No Shave November en Movember voorbij is, zullen mannen weer massaal hun snorren en baarden afscheren. Toch vinden heel wat jongeren het hip hun baard te laten staan. Maar wat vindt u daar eigenlijk van? Wij deden de test. Ja, sommige mensen vinden het leuk, sommige mensen niet, maar ja, ik moet het leuk vinden, dus ik maak me niet druk wat mensen willen denken. Ik hou niet echt van baarden. Ik hou niet van baarden, enkel van een getrimde baard die heel kort staat, maar niet van volle baarden. Ik ben niet zo voor mannen met baarden, nee. Ja, bij vrouwen natuurlijk helemaal niet, maar nee. Ik ben er niet zo voor. Ik hou wel van volle baarden. Ik vind dat zeer mannelijk. Dus ik vind dat mooi en ja, ik vind dat de man wel iets extra heeft. Ja, dat kan wel mooi zijn natuurlijk, maar het is een beetje te zien bij wie. Ja. Okay, dan gaan wij nu 3 foto's laten zien. Welke vindt u het mooiste? Dat is al niet mis. Nou, iets minder. Nou, die de eerste was toch het beste. Ja, dat is natuurlijk niet mis. Nee, ja. Misschien dan toch. Ja, dat gaat ook nog. Ja. Heb je het alleen maar mooie mannen? Nee, dat gaat erover. Dat vind ik meer echt het houthakkers. Nee, dat vind ik niet mooi. Dat is hipster, oké, maar... Dat vind ik wel een mooie. Dat is te veel. Dat is veel te veel. We zijn een barbershop. Dus wij doen herenkapsels en baarden en dergelijke. Het terugscheren, het artisanaal terug. Barbier zijn. Een goede baardverzorging begint met 's morgens. Sowieso moet hem altijd proper zijn. Normaal gezien wast u een baard gelijk dat u haar wast. Mag hetzelfde zijn, mag een baardshampoo gebruiken, mag ook een gewone shampoo gebruiken. Het liefst een baardshampoo omdat die iets minder agressief is. Omdat je huid op je gezicht iets gevoeliger is. Nu daarna, heel belangrijk, is een baardolie. Die verzorgt de huid onder je baard. En wat kan je ook nog doen als je een wat langere baard hebt, die zo meestal is dat een klein beetje springerig of zo, kan je daar een baardbalsem in doen. Die ook wel zorgt dat het iets minder gaat uitspringen en meer gestaard blijft. Dat zijn de 2 grote belangrijkste producten. Zoals u hoort valt zowel de haarloze babyface als de volle bos haar in smaak. Wie het laatste verkiest, vergeet bij het ochtendritueeltje je baardbalsem niet.